In de Tweede Wereldoorlog is Zeeland zwaar getroffen. Zo'n 185 monumenten in onze provincie herinneren hieraan. Bij die monumenten herdenken we de slachtoffers en vieren we dat we nu vrij zijn. Die boodschap willen we doorgeven aan de jeugd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de oorlogsmonumenten in Domburg. Als comité organiseren we elk jaar dus die herdenkingen zowel hier op de duinen als op de begraafplaats bij het monument voor de Domburgers. Op 1 november heeft een Engels oorlogsschip, de Warspite, een bombardement uitgevoerd op Domburg doordat ze de richting van hun kanonnen verkeerd hadden ingesteld in plaats van op de watertoren op de dorpstoren, waardoor dit dorp ernstig is gebombardeerd en 31 mensen in dit dorp zijn overleden. The war was not nice. So much aggression, so much pain. De oorlog was niet fijn. De mensen voelden zich zo ontzettend klein. We hebben voor onze herdenkingen 3 doelgroepen. De eerste doelgroep is natuurlijk de nabestaanden van de omgekomen Domburgers. Daar creëren we een platform voor dat ze elkaar elk jaar kunnen ontmoeten. Maar ook dat ze op een waardige manier kunnen herdenken. Het belang is eigenlijk dat de mensen jaarlijks weer herinnerd worden enerzijds aan die vreselijke gebeurtenis, maar anderzijds is het voor hun een feest om weer samen te zijn en te praten over die periode. De tweede doelgroep is de school. We proberen de hoogste klas van de lagere school elk jaar met een educatief programma bij te brengen wat er gebeurd is in die tijd. En samen met hun, zowel de commando's als de Domburgers, te herdenken. Wij als comité vinden het jaarlijks een hele plezierige aangelegenheid dat de kinderen juist betrokken zijn bij dit. Omdat de kinderen eigenlijk de generaties zijn die dat door kunnen geven aan de volgende generaties. En de derde doelgroep zijn de toeristen die hier in grote getalen voorbij komen. We hebben via een informatiebord hebben we informatie gegeven, zodat die ook weten wat is hier gebeurd. En om te voorkomen natuurlijk dat in de toekomst zoiets ooit nog gebeurt. De oorlog was niet fijn, ook niet om onder druk te zijn. The war was not nice, to be repressed was no surprise. Gelukkig zijn we nu vrij en dat maakt ons blij. Gladly now we are free and that makes us very happy.